ellos subsisten con la producción de leche, tienen unas cuantas vacas, les cuesta el alimento, no tienen dinero para comprar un buen alimento, tampoco tienen dinero para comprar equipos, viven ellos mismos en condiciones muy precarias, tienen conocimiento de cómo se hacen las cosas, solo conocen cómo se hace el quesillo. No hay alguien que vaya y les explique, o no hay ayuda del gobierno. Ahora la industria lechera de la PIL tiene un límite de personas que pueden entregar. Las personas tienen que buscar algún modo, algún método, alguna forma de poder sacar su producto al mercado. Er zit een groot probleem in het feit dat men op zeer kleine schaal wil produceren, melkproductie. En dan zeer kleine schaal wat de hoeveelheid grond betreft. En toch met redelijk hoogproductieve koeien een hoeveelheid melk produceren. Dat betekent dat je voedsel moet organiseren voor die koeien. Maar dat je, als je dat wil doen, dan zit daar een kost aan. En dan moet de melk ook weer wat opleveren. En daar zit het probleem van de wereldmarkt, die op dit moment prijzen naar beneden drukt. En dan is het voor die boeren eigenlijk niet te doen. En toch wil men aan de hand van wat zelfkazen daar meer waarde uitbrengen. El conocimiento en Bolivia o la información que disponemos para estudiar está en los libros. Y es como que ese nivel de conocimiento que él nos puede llegar a transmitir a nosotros es diferente. En al die landen hebben ze overal wel het boek van Kozikowski. Die heeft een heel dik boek geschreven over kaas en yoghurt en zure melkproducten. Maar er staat in hoe je het zou moeten doen. Er staan ook wel keurige recepten in. Maar om dan aan het eind aan de hand van een foto van een kaas te beoordelen of die nou goed was, ja of nee, dat gaat natuurlijk niet. Je moet proeven en je moet het over je tong laten glijden en dan zeggen wat je ervan vindt. Dat is nou net het verschil. So, no sabíamos lo de la textura del queso. Cuando él explica, nosotros entendemos. No me voy a olvidar. Todo lo que él dice, nosotros lo guardamos. Esto una vez en la vida. Vamos a poder también hacer que la gente un poquito cambie la mentalidad, ¿no? Y de querer alimentar bien a sus vacas y tener buenos productos. Siga, que no pares, como que nosotras estamos dispuestas a aprender y a transmitir ese conocimiento. Een grote stap in technologische vooruitgang zal hier niet mogelijk zijn. Het zullen hele kleine stapjes moeten zijn. En daarvoor is kennis bij lokale mensen, denk ik, een belangrijk iets om die over te dragen aan de boertjes. En om op die manier steeds in de praktijk te blijven hameren op hygiëne, temperaturen, praktische beoordeling van producten.